Somaliërs moeten zichzelf zien te redden overal in de wereld. Er is geen stabiele overheid in Somalië, dus vluchten vredezoekenden naar het buitenland. In Nederland zijn veel Somaliërs uitgeprocedeerd, waardoor veel Somalische gezinnen op straat komen te staan. In Nederland blijft het bij op straat slapen. In Zuid-Afrika zijn de problemen veel en veel groter. Somaliërs worden vermoord, verkracht, hun winkels worden geplunderd. De Zuid-Afrikaanse overheid vindt het allemaal best, want de Somalische overheid, die hebben het allemaal te druk met zichzelf. Ondertussen wijst president Hassan Sheikh de wereld over om handjes te schudden. Terwijl zijn mensen, zijn volk, overal vermoord worden, vernederd worden, verkracht worden, noem maar op. Maar je zou kunnen zeggen dat dat hun eigen schuld is. Dat ze overal vernederd en vermoord worden. Ik zeg op mijn beurt, zolang de stammen blijven bestaan bij de Somaliërs wereldwijd, zullen zij asiel blijven aanvragen. Wat wel heel jammer is. Want wij Somaliërs kunnen veel meer dan asiel aanvragen.